Hi, het is Tim hier en in deze video wil ik antwoord geven op de vraag waarom mannen afstandelijk worden of soms zelfs vreemd gaan op het moment dat hun partner zwanger is. En het is namelijk heel gek, je krijgt best wel vaak, vrouwen die zwanger zijn, de vraag van hij doet ineens heel anders tijdens deze zwangerschap, hij trekt zich terug, hij is stilletjes, hij doet afstandelijk. En je merkt ook dat het echt waar is, dat mannen eigenlijk altijd tijdens de zwangerschap een bepaalde periode hebben. Meestal is die periode aan het eind van de zwangerschap. Dat ze zichzelf steeds meer terugtrekken en in sommige gevallen zelfs vreemd gaan. In deze video ga ik je uitleggen ten eerste waarom, zodat je begrijpt waarom mannen dat doen. Ik ga je 3 redenen geven waarom mannen zich zo gedragen. En ik ga je daarnaast uitleggen wat je kunt doen om te voorkomen dat het zover komt en hoe je eigenlijk het probleem op kan lossen als je er op dit moment mee zit. Want het is natuurlijk een verschrikkelijk probleem, hè? Want tijdens een zwangerschap ben je al heel onzeker. Het zijn al hele spannende tijden en juist op het moment dat jij je partner het meest nodig hebt voor steun, trekt hij zich terug en doet hij eigenlijk het tegenovergestelde. Dus het is inderdaad een rot probleem, maar er zijn een aantal dingen die je kunt doen. Maar laat me eerst uitleggen waarom je het doet. Want ik geloof er heel erg in dat als je begrijpt waarom een man zich zo gedraagt, dat je heel vaak ook al weet wat je moet doen. Dus het is heel belangrijk om eerst te begrijpen voordat je naar het praktische gedeelte toe gaat. Nou, de reden dat een man afstandelijk wordt, is simpelweg ten eerste omdat hij in een nieuwe situatie zit die hij helemaal niet kent. En dat is het lastige. Als een man zich onzeker voelt, wat hij doet is, hij sluit zichzelf helemaal af en er gebeurt van alles en zijn hele leven gaat veranderen en heeft hij straks nog tijd om dingen te doen die hij altijd deed? Heeft hij straks nog tijd voor zijn carrière? Heeft hij tijd voor zijn vrienden? Daarnaast heeft hij genoeg geld om voor jou en voor zijn kind te zorgen? Dat zijn enorm veel nieuwe dingen die er gaan komen en hij weet zich daar geen raad mee. Nou, dan denk je van oké, maar hij is onzeker, waarom wordt hij dan afstandelijk? Nou, kijk, als een vrouw zich onzeker voelt, dan op dat moment wat ze doet, is ze zoekt juist contact. Want dat is waar jij behoefte aan hebt. Je hebt behoefte aan steun, je wil er met mensen over praten, je wil er samen uitkomen. Een man daarentegen, die is zo afgericht van klein kind af aan, vanaf als klein jochie wordt hem al afgeleerd van niet huilen, geen zwakte tonen, geen emoties tonen. Dus als een man zich onzeker voelt, in de war is misschien zelfs wel, dan gaat hij zichzelf afsluiten en dan gaat hij in zijn eentje proberen alles op te lossen. Want hij vindt dat het zijn taak is als man om de juiste stappen te nemen om voor jou te zorgen en om voor het kind te zorgen. Dus gek genoeg is het zo van, heel vaak denkt een vrouw van als een man afstandelijk is, dan betekent dat hij niet van mij houdt. Maar de manier waarop mannen houden van een vrouw is door voor haar te zorgen, door al haar problemen op te willen lossen en dat soort dingen. Nou, dat is op zich is heel vervelend, maar het is wel de reden waarom hij zich op die manier gedraagt. De tweede reden waarom hij stilletjes wordt, is omdat hij in een nieuwe situatie zit, waarin hij in de war is, waardoor hij zich incompetent gaat voelen. Hij voelt zich niet mannelijk meer, hij voelt zich niet aantrekkelijk meer, hij voelt zich incompetent en onhandig. En waar mannen willen de beste man ooit zijn en wij vinden dat we altijd moeten weten wat we moeten doen en hoe we het aan moeten pakken. En zodra wij ons incompetent voelen, willen we ons het liefst voor de hele wereld verstoppen. In een hokje zitten, net zo lang nadenken dat we alle antwoorden gevonden hebben. Dat we precies weten hoe we het aan moeten pakken. En dan zijn we er weer en zijn we, oké, waar zijn de man, wij komen alles regelen en we hebben het opgelost. Maar zolang we ons nog incompetent voelen, zullen we een manier vinden om onszelf competent te gaan voelen. En dat is ook, daarom zie je best wel vaak, en dat is verschrikkelijk, het is een drama als dat gebeurt, dat een man vreemd gaat tijdens de zwangerschap. Simpelweg omdat hij tegenover een andere vrouw wil staan, tegenover waar hij zich weer competent kan voelen, waar hij weer precies weet wat hij moet doen. Die vrouw die bewondert hem misschien wel en hij heeft even weer een klein momentje waarop hij zeker kan zijn van zijn zaak. En de derde reden is dat hij alles goed wil doen, maar dat hij niet weet hoe, dat hij daar helemaal van in de war raakt. Kijk, je zou misschien zeggen als vrouw van, ja, maar ik ben helemaal niet zo emotioneel door die zwangerschap en die hormonen doen me helemaal niet zoveel.
En geloof me, als een vrouw dat recht tegen mij in mijn gezicht zou zeggen, zou ik zeggen, ja, je gaat er heel goed mee om. Net zoals dat ik nooit zou zeggen, ja, ik merk het wel dat je ongesteld bent, omdat ja, ik ben als man ook niet dom. Met een vrouw die zwanger is, het kan heel verwarrend zijn en ze kan heel veel emoties hebben en je kan heel veel veranderen van emoties. En wij als man weten niet goed hoe we het goed moeten doen om jou blij te maken. Want het liefst willen we je alleen maar blij en gelukkig en helemaal happy en tevreden houden. Maar dat is bijna onmogelijk. Waardoor een man een soort van irritatie krijgt. Van, ik kan het ook nooit goed doen. En wat ik ook probeer, het gaat altijd fout. En waarom doet ze nou zo emotioneel? En ik begrijp hier niks van. Waardoor ook hij weer zichzelf terug gaat trekken en afstandelijker wordt. Nou, dat zijn de drie meest voorkomende redenen waarom inderdaad een man afstandelijk wordt of zelfs vreemd gaat tijdens een zwangerschap. Ten eerste omdat het een nieuwe situatie is. Ten tweede omdat hij zich incompetent voelt. En ten derde omdat hij niet weet hoe je het goed moet doen. En zoals je ziet zijn eigenlijk die drie redenen zijn allemaal hangen die onder één grote paraplu. En dat is een man wil Superman zijn. En als hij niet Superman kan zijn, dan gaat hij afstand nemen. Gaat hij een manier vinden om zichzelf weer Superman en goed te voelen. Nou, wat zijn de dingen die je eraan kan doen? Wat zijn de dingen waarmee je hem kunt helpen met zijn breekbare ego op een manier dat hij er toch voor je is? Nou, ten eerste, probeer alsjeblieft niet om hem over zijn gevoelens te laten praten. Dan wordt het alleen maar erger van. Als je hem wil laten praten over zijn gevoelens, een man raakt zo geïrriteerd als hij moet praten over een probleem waar hij de oplossing nog niet voor heeft. Dat wil hij helemaal niet. Dat is ook niet goed. En ik besef wel van, natuurlijk heb je zijn steun nodig. Natuurlijk wil je het samen doen. Maar een man zal ook best wel voor jou er af en toe willen zijn. Maar probeer ook die steun daarbuiten te zoeken. Bij je familie, bij je vriendinnen, bij mensen die daar veel geschikter voor zijn dan je partner op dat moment. Want als je met hem erover gaat praten, je zaait alleen maar meer verwarring. Ik snap dat je de behoefte hebt aan die steun, maar die steun hoeft niet per se van hem te komen. En die steun gaat waarschijnlijk ook niet van hem komen, zelfs als je het probeert. Is dat oneerlijk? Ja, dat mannen emotioneel incompetent zijn is heel oneerlijk. Maar ja, we kunnen moeilijk alle mannen afschaffen. Want ze zijn voor andere dingen wel weer heel erg leuk en fijn om erbij te hebben. En het tweede wat je kan doen is helpen om zich weer competent te voelen. Hij wil graag alles oplossen. Hij wil graag iets doen. Als hij niet weet wat hij moet doen en hij heeft al die onzekerheid, geef een manier om hem die onzekerheid in te vullen. Laat hem dingen voor je oplossen. Geef hem duidelijke opdrachten. Zeg tegen hem, oké, dit moet in de kinderkamer komen. Stuur hem naar de winkel om iets voor je te gaan halen, omdat je het heel erg nodig hebt. En nadat hij voor je naar de winkel is geweest, bedank hem en zeg hem dat je het zo fijn vindt dat hij zo goed voor je zorgt. En dat je het zo fijn vindt dat hij zo'n goede vader is. Omdat je heel vaak gehoord hebt dat mannen heel veel moeite hebben op het moment dat hun partner zwanger is of dat ze er niet voor hun partner zijn. Vertel hem dat hij het goed doet. Stel hem eigenlijk gerust. Zeg je bent competent. En het liefst geef hem opdrachten. Laat hem problemen oplossen. Ook al zijn die problemen niet belangrijk. Ook al is de muur van de kamer, van de babykamer, al blauw als er een jongetje komt. En, jongetjes zijn veel leuker natuurlijk, dus ik hoop dat voor je dat er een jongetje komt. Maar ook al is de muur blauw, laten we hem in een andere kleur blauw verven. Het hoeft niet eens logisch te zijn. Zolang hij maar iets heeft wat hij kan doen. Als je denkt, oh, ik kan iets aanpakken, ik kan een probleem oplossen. Now we're talking. Nou weet ik weer wat ik moet doen. Dan voelt hij zich weer man. En dan zal hij zich ook veel beter eigenlijk door de zwangerschap heen kunnen slaan. En als je even zegt van oké, ik wil er even met je over praten. Van, ik heb het even zwaar, maar je hoeft niks van me op te lossen. Maar mag ik gewoon even met je knuffelen en tegen je aanpraten. Is ook genoeg. Het zijn duidelijke regels voor hem, dan weet je wat hij moet doen. Nou, dat zijn dus eigenlijk de drie dingen die je kan doen op het moment dat hij zich zo gedraagt. Dus, geef hem opdrachten, praat er niet te veel over en laat hem simpelweg zichzelf weer competent voelen in die situatie en vertel hem dat hij het goed doet. Dat is niet het enige wat je kunt doen als je op dit moment zwanger bent en je wil hem er doorheen helpen. Er zijn veel meer dingen die je kunt doen op het moment dat je zwanger bent en je partner afstandelijk is. Nou, als je wil weten hoe dat precies werkt bij mannen, ik heb een artikel geschreven met
daarin niet alleen uitleg precies waar zijn gedrag vandaan komt, maar daarnaast ook in totaal 9 tips voor wat je kunt doen als je zich zo gedraagt. Nou, als je benieuwd bent naar wat het is en als je meer wil weten, klik dan hier, ga naar het artikel en lees de 9 tips. En daarnaast natuurlijk gefeliciteerd met je baby's. Baby's zijn tof. Misschien heb je er wel 2, ik weet niet. Het zou leuk zijn. In ieder geval, klik hier, ga naar het artikel en dan zie ik je in de volgende video.